Pronto Wonen. Lekker snel genieten van uw nieuwe meubelen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Goede overwinning en ik denk eerste helft was goed, tweede helft zijn wij keer meester tot die penalty, dan schrik je toch even. Maar daarna geven we ons toch de ruimte om alsnog te counten en maken we nog 3 goede goals. Dat is wel lekker. Ja, want wat gebeurt er na die rode kaart? Je denkt dan, dan gaat FC Dordrecht nog meer komen. Was dat in jullie voordeel? Uiteindelijk wel denk ik. Er kwam nog meer ruimte voor ons, vooral voor Derrol om zijn snelheid te benutten. En we speelden goed in een blok, waarna we veroveren en gelijk eruit vliegen. En daardoor maken we nog 3 goals. Wat voor wedstrijd was het voor jou persoonlijk? Jij kon strooien met passes. Was het lekker? Ja, het was een lekkere wedstrijd. En ik kom steeds beter in mijn veld te zitten hier. Dus lekker om weer een assist te geven op Modi die goed afwerkt. En wat je zegt, kon mijn passes goed kwijt. En ik ben blij met mijn prestaties vandaag. Je zegt, ik kom steeds beter in mijn veld. Ben je nu helemaal gewend aan de speelmanier van de Graafschap? Jawel, ja, zeker. Ja, nu ook met Derrol, daar heb je ook weer diepte erbij. Is voor mij ook fijn om mijn passes te geven. Met Mo die vanaf de linkerkant schijgt, toch ook prettig gevoeld. Dus ik ken de jongens nu heel goed en ik voel me goed hier. Dus ik ben wel geacclimatiseerd. Zo zeg je dat toch? Voorafgaand aan het duel ook een mooi moment. Je krijgt de bronzen schild uit de handen van je broer. Wat is dat voor een moment voor jou? Ja, klopt. Het is mooi om zo'n moment met je broertje te delen. Ik heb altijd een hele goede band met hem gehad. En het is toch iets wat je samen doet uiteindelijk, zo'n carrière. Dat kan je niet alleen met je ouders en met je broertje werken hier naartoe. En het is mooi om zo'n beste speler te winnen. Het is gewoon een eer om in deze competitie, waar zo heel veel goede spelers zitten, die prijs te winnen. En dan uit handen van mijn broertje. Ja, het is gewoon een mooi moment. Die wil ik met hem delen. 5-0, perfecte afsluiting van een hele goede week voor jullie. Ja, zeker. NAC win je en deze win je. Volgens mij zijn uitslagen vrij gunstig. Dus lekkere weekend voor ons. En nu naar Vitesse, waar je eigenlijk niks te verliezen hebt. Ja, staat wel een eer op het spel natuurlijk. Gelderlandse derby. Maar ik denk dat het voor ons een wedstrijd is om te laten zien dat we eredivisieniveau zijn. En daarna kunnen we tegen Excelsior helemaal een goede slag slaan in de competitie. Ja, en wat is dan belangrijker, die beker of toch die wedstrijd tegen Excelsior? Ja, lastig. Kijk, voor mij telt er maar 1 ding en dat is promoveren. Dus ik win liever van Excelsior, maar ik wil ze allebei gewoon winnen. En dan hopelijk nog een keer zo'n bronzen schild, misschien aan het einde van de competitie wel. Ja, zou mooi zijn. Ja, ik denk als ik mijn niveau kan halen, dan moet het misschien wel lukken.